mee naar binnen. We zitten hier in Groningen in de wijk Leeuwenborg. In de vele voorgesprekken die ik heb gehad, heb ik ook iemand aan de gemeente gesproken. En die zei van 1 op de 3 kinderen groeit hier op in armoede. En dat waren al cijfers van een aantal jaar geleden. En daar schrok ik gewoon heel erg van. En het is gewoon zo fijn dat het kort hier dan is. En dat we met alle andere hulpverleners die er ook zijn, nog weer een extra plek hebben om van betekenis te zijn voor deze kinderen. Het liefste wat de ouders hebben, brengen ze bij mij, zeg maar, dat is hun kind. Dat ontroert me elke keer weer dat ik dat mag doen, zeg maar. Dat ik met ze op mag trekken in hun leven. Het zijn stuk voor stuk waardevolle kinderen waar zoveel in zit. En ik ben gewoon benieuwd wat het elke dag weer brengt. De situatie die mij het meest is bijgebleven is een gesprek wat ik had met een ouder. Die vertelde van, toen vroeg ik haar van wat is wat je voor je kind zou willen, zeg maar, bij het sport. En toen zei ze van, wat ik heel graag wil is dat de wereld van mijn kind groter wordt dan mijn wereld. En daarom wil ik graag dat hij naar het sport gaat. En ja, dat ontroert me als ouders zo voor hun kind gaan en dat hun kind gunnen.